kan me heel goed herinneren, het was op een maandagmorgen. En zondagavond had ik een feestje gehad en toen zei ze, nou, hoe gaat het op een zaak? Ik zei, hartstikke goed. We hadden net Jort Kellner hadden we binnen. En ik zei, het gaat super allemaal. En de volgende dag kreeg ik een mailtje van, we moesten allemaal in Leeuwarden komen. Nou, dan schrik je dus wel even, maar dat zagen we helemaal niet aankomen. Ik ben Allard Miedema. Ik heb samen met mevrouw Sylvia hebben wij een agrarisch woonbedrijf in Vrouwenparochie Friesland. Ons bedrijf voert hoofdzakelijk werkzaamheden uit voor de akkerbouwers en de veehouders. Ja, onze verzekeringspolissen op dit bedrijf dat betreft hoofdzakelijk materieelpolissen, dus de machines zijn verzekerd. Standaard hebben wij hier op dit bedrijf WA brandverzekeringen lopen. Bij sommige hele specifieke machines hebben we nog wat eigen gebrekverzekeringen lopen. Al jarenlang eigenlijk al, vanaf jongs aan. Ook mijn ouders die zijn erbij. En dat is vroeger vanuit Gorredijk gegaan, van de Meulen. Dat ging over naar de Frieslandbank. En ja, tot nu toe zitten we daar nog steeds bij. En ik heb al mijn verzekeringen ook bij de Frieslandbank, zoals de WA-verzekering, inboedelverzekering, opstalverzekering en mijn autoverzekeringen. Daar waar de producten nu in de boeken staan van Frieslandbank als garantie, gaan die uiteindelijk over naar Interpolis, zoveel als mogelijk. Dat is feitelijk zeg maar, de verzekeraar die erachter zit. En de klanten worden bediend door de tussenpersoon Rabobank. Dus die hele overdracht, die migratie van FBA naar Interpolis, nou, in de huidige tijd is dat voor als bedrijf zijn er geen gelukkig moment. Het is, alles is onzeker. Je komt weer in een nieuwe periode dat je elkaar weer moet aftasten. Het is ook allemaal onzeker. In ieder geval bespreken we met ondernemers hun bedrijf en de risico's daarin. En ja, dat doen onze adviseurs. Dus daarmee went de klant ook aan de adviseur. Leren ze elkaar goed kennen. En wij denken dat dat ook zal helpen om een klant thuis te laten voelen bij Rabobank. Die persoonlijke aandacht die daarbij hoort. Alle Rabobanken hebben een zelfstandige assurantieafdeling. En doen zaken, heel veel zaken met Interpolis, Achmea, maar ook met andere assuradeuren. Dus in die zin kunnen wij qua verzekeren ook alles leveren. De volledige dienstverlening doen voor klanten waar klanten behoefte aan hebben. Wij zijn al een beetje bekend binnen de Rabobank van hoe werken die als bank. Dus wij verwachten dat wij nu van Friesland Assurantie naar Interpolis gaan met ons contactpersoon Tjepko Jansen, dat het vrij makkelijk overgaat. Nou, de accountmanager die betekent heel veel voor mij, want als ik een nieuw product wil of ik heb een vraag, dan kan ik hem altijd even bellen. En bijvoorbeeld bijvoorbeeld een andere auto koopt, dan kun je dat ook heel makkelijk even via een telefoontje of sms'je kun je dat ook even regelen. En dat kun je ook in het weekend nog regelen zelfs. Alleen ik hoop dat toch wel de persoonlijke benadering die ik bij de Frieslandbank had, dat die kan houden. De partij Interpolis is voor ons nu nog onbekend. Dus dat is voor ons eigenlijk de komende jaar gewoon even aftasten. Hoe gaat deze migratie en hoe gaat het werken met Interpolis? De stappen die we moeten doen voor de migratie, zoals we nu voorgelegd zijn, zijn die maar minimaal. Dus we hopen dat we daar in de overgang eigenlijk geen problemen mee gaan. Dus dat hier en daar een mutatie is van de verzekeringspolis. Wat ik belangrijk vind in de overgang, nou ja, dat ik er zelf eigenlijk niet zo al te veel werk mee heb. Volgens mij wordt het allemaal geregeld voor mij. En daar hoef ik zelf niet zoveel aan te doen. Alleen de polissen controleren en vergelijken. En als ik ermee akkoord ga je af en nee. En Rabo Interpolis, die zal dat in de praktijk moeten laten zien of dat vertrouwen het waard is. We gaan er met z'n allen voor. We hopen dat de relaties blijven zoals ze zijn. En dan komt het vast goed. Frieslandbank Assurantie was intermediair voor verschillende maatschappijen. Terwijl straks bij de Rabobank hebben die klanten te maken met één verzekeraar, dat is Interpolis. Wat in ieder geval een groot voordeel is, met name voor particuliere klanten, is dat via de alles in één polis men eigenlijk alle rubrieken kan verzekeren. Dus inboedel, opstal, rechtsbijstand, al naar gelang de keuze van mensen, kunnen ze ook via internetbankieren zelf aan- en uitzetten. En voor de zakelijke klanten betekent dat bijvoorbeeld voor de mensen die een bedrijf hebben, het product zeker van je zaak, dat ook daar geldt dat je eigenlijk alles achter de random reader kan veranderen. Dus dat betekent in het algemeen denk ik dat het overgrote deel van de huidige Frieslandbank klanten veel meer gemak zal ervaren.
Ik wens mijn klanten toe dat ze eigenlijk precies dezelfde soort service gaan krijgen, in ieder geval telefonisch. En dat zit bij Interpol, dus, heb ik begrepen, wel heel goed. Schadeafwikkelingen en dergelijke, dat gaat allemaal heel snel. Dat is sneller dan het nu bij ons is waarschijnlijk. Dus wat dat betreft zie ik dat ook wel allemaal wel goed komen. Alleen het heeft hier en daar even wat ondersteuning nodig naar de relaties.